naam is Sibyl Vermeij. Ik ben 56 jaar oud en ik woon nu 36 jaar in Zuidoost. Ik heb geen specifiek doel. Ik vind het gewoon hartstikke belangrijk om in beweging te zijn. Omdat, gezien je gezondheid heb je het gewoon nodig. Je moet bewegen en dat doe ik. De dames zijn een soort van zusjes geworden. En de sfeer is heel relaxed. En ik vind het geweldig. Tijdens de feestdagen heb ik wel degelijk rekening gehouden met hoeveel ik had. Maar ik heb wel alles gegeten wat ik wilde eten. En ik heb daarnaast ben ik ook gaan wandelen, want ja, je kan niet eten en blijven zitten. En van 2015, ik ga er weer helemaal voor. En dat, zoals u ziet, ben ik daarmee bezig, nu op dit moment. Oké, wat de veranderingen betreft. Ik ben 2 kledingmaten naar beneden gegaan, dus dat vind ik fantastisch. Ik voel me heerlijk, voel me lichter, blijer, gezelliger. Ik krijg heel veel complimentjes van mensen die me zien op zich van wat ben je afgevallen, wat zie je er mooi uit. En ja, ik doe natuurlijk alsof mijn neus bloedt, maar ik ben hartstikke trots op wat ik tot nu toe heb bereikt. Ik werk er hard voor. Dus ja, het is me gegund. Ja, ik zou het iedereen aanraden om hier aan mee te doen. Omdat je, ja, het is gewoon goed voor je lijf. Voor jezelf, geestelijk, lichamelijk. En ook voor je portemonnee, want je hoeft niks voor te betalen. Het is helemaal gratis. Ik ben lastig. Goed aanspannen die buik. Zorg voor die beweging, die buik, zorg voor die beweging. Van links naar rechts, goed naar...